Wat je ziet is, ik heb het heelal gemaakt, vooruit en achteruit versneld in de tijd. Dus wat je ziet zijn vallende sterren, meteorietenregen, kleine ontploffingjes. Het is een telecommunicatietoren voor digitale televisie en telefonie. En de opdracht was of ik een lichtkunstwerk voor die toren wilde maken. Wat ik zo fascinerend vind is dat, en wat je eigenlijk ook niet zo heel goed kan begrijpen, is dus al die communicatie wel door dat luchtruim gaat. En dat zijn ook hele persoonlijke boodschappen. En om daar ook iets van te laten zien, dat het communicatie is tussen mensen, verschijnen er ook codes. Als je een formulier in moet vullen van een of ander bedrijf op de computer, dan moet je een aantal letters en cijfers natypen. En dat is om te zien of de computer communiceert met een mens en niet een computer met een computer. En die verificatiecodes die verschijnen ook op die vier bordessen. Ik vind het niet belangrijk dat mensen dit allemaal moeten weten. Het is niet als in een museum dat er een bordje bij hangt en van nou ja, en dit en dat betekent. Die gelaagdheid moet in zo'n werk zitten, maar je moet het ook kunnen waarderen, ook zonder dat je mijn verhaal kent.